Goedemorgen. Ik sta te wachten op Francis. Francis is mijn stagebegeleider van Beleska. En ondanks dat ik geen stage meer loop bij Beleska, blijf ik daar wel de video's doen. En vandaag gaan we weer filmen bij Feel Good Visagie in Utrecht. Het is heel vroeg. Kijk, het is nog een beetje rood in de lucht. En ze is er nog niet, dus ik wacht nog even. Dit is mijn lieve autootje. Het is een beetje rot weer. En het wordt wel weer een leuke dag. En ik zal straks ook stiekem een stukje filmen. Oké. Okay. Specifieke kleur te zijn. Gewoon een klein beetje aanlet. Want we gaan het straks, als je dit lastig vindt, kun je dit stukje ook overslaan. Dan doe je het zonder foundation. Het is eigenlijk alleen maar voor de basis. En je zet je een beetje onder de jukbeenlijn. Dus een beetje de lijnen hier net onder je jukbeen. Dat is zeg maar waar je de... Hallo. Nou, ik ben aangekomen... Ik ben aangekomen bij mijn muziekles. Ik zit namelijk op gitaarles en dat deed ik samen met mijn broer. Ik heb nu ongeveer een les of 6-7 gehad. En nu vertelde hij dus vandaag, hij stuurde me net een appje, dat hij ermee ophoudt. En ik baal er echt van, want ik vond het ook gewoon leuk om het samen te doen, weet je wel. En ik had wel door dat hij te weinig tijd had om te oefenen en dat het niet snel ging. Maar weet je, het gaat ook niet snel. Volgens mij gaat het nooit snel. Ik bedoel, je wil gitaar leren spelen. Je moet je vingers in bepaalde houdingen houden die heel onnatuurlijk zijn. Je moet echt je best doen. Je moet oefenen. En ik kan ook nog steeds na 4-5 maanden ook geen volledig liedje spelen. Ik kan All of Me, maar weet je, dat gaat dan zo. All of me loves all of you. Love you. Ja, zo gaat dat dan ook gewoon. Maar ik vind dat dan logisch. Dan denk ik, ja, dat kost tijd. Dan moet je tijd in investeren. Moet je oefenen. Maar ja, je moet het blijkbaar dus wel waard vinden. En dat vindt hij niet. Dus ik kan er ook niet meer zoveel aan doen. Maakt niet uit. Ik ga wel door. En ik ben er nu. Dit is het gebouw. Kijk, gitaartje ligt tussen de rotzooi. En we maken er het beste van. Ik moet... trouwens echt een keer een gitaartas kopen, want ik loop hier altijd met mijn gitaar in mijn hoofd. En toen ik nog stage liep, had ik hem altijd mee naar stage en dan moest ik gelijk door. En dan liep ik met zo'n gitaar, dan weet je zeker dat je gegarandeerd opmerking krijgt. Dus ik moet echt een keer een hoes kopen. Ook sowieso omdat het beter is voor je gitaar, maar weet je, dit was maar een krijgertje. En dan denk je, ik koop wel een keer een goeie en dan koop ik ook wel een keer een hoes. Maar het moet nu echt een keer. Nou, ik kom van gitaarles en ik heb toch wel weer even een boost gekregen hoor. Want hij zei ook, ja, het is jammer, maar weet je, uiteindelijk word jij hier alleen maar beter van. Ik kan je meer aandacht geven, ik kan meer op je letten. En hij merkte ook dat ik er meer mee bezig was. Ik was altijd op zoek naar nieuwe akkoorden die ik mezelf kon leren, liedjes die ik kon leren. Hij zegt dus, uiteindelijk was het verschil ook te groot geworden. Dus wat dat betreft is het misschien maar goed dat hij vroeg aan de bel heeft getrokken. En dan maar na 7 lessen in plaats van na 15 lessen. Dus vanaf nu ga ik het alleen doen en wordt het misschien ook wel een succes. Ik kom net van gitaarles vandaan. Ik heb even met mijn ouders over gehad omdat mijn broer gestopt is. En zij vonden het ook echt jammer. Dus weet je, maar er zitten ook de voordelen aan en die blijf ik dan nu vooral zien. Ik ga nu even koken, mac and cheese eten we vanavond en daarna moet ik weer naar hetzelfde gebouw, want daar heb ik ook het oefenen voor musical. Ik zit in het achtergrondkoor van een musical, gewoon hier in de stad. Doen ze elk jaar musical en vorig jaar heb ik meegedaan en dit jaar mag ik weer meedoen. Het is zeg maar als ondersteuning van een musical klas, want er zitten gewoon een aantal tussen die dan, ja, die willen graag musical les, maar ja, niet iedereen heeft het ook echt in zich. En wij zijn, ik denk met een man of 7 en we ondersteunen hem dan. Ik zal ook wat filmen en dan kun je een beetje kijken. Vandaag maak ik lekker macaroni en cheese. Eerst even de knoflook en de ham in de pan. Even lekker aanmappen, een beetje roeren. En dan een blokje tomatenblokjes. Pasta. En de pasta moet ik even koken, hoor ik net, met een heet water en een bouillonblokje. Pasta lekker pruttelen. Kaas geschaafd. Met het opladen van de telefoon erdoorheen. Moet allemaal maar gewoon kunnen.
tomatenblokjes in kaas. Lekker roeren. Tada! Kylie Jenner chocoladelip. Is dit? Alle vrouwen willen Kylie Jenner lippen. Doe mij maar chocoladelippen. We zitten waar hij niet kan zitten. Ja, dat is niet de bedoeling, hè? Bovenop de muziek voor het oefenen vanavond. En ook nog bovenop de laptop. Kan toch niet? Kan toch niet? Kan toch niet, Linkestink? Daar zouden veel meer Afrikanen de Nobelprijs voor literatuur hebben gewonnen. Woorden zijn scherp en zacht. Liefde kan steken. Liefde kan steken. Liefde kan steken. Ja, was ik, sorry. Oh, maak je. Oh, dan maak je. Dat is dat. Ja, laat maar. Ik weet het. Gevangen, hij is gegrepen. Verraden, bedrogen, gepakt. Hij is goed, maar onbegrepen. Zijn woorden zijn scherp en zacht. Liefde kan steken. Liefde kan, hoe kan het bestaan? Wat moeten we doen? Wie geheim is daar? Wat kunnen we doen? Ik kom net voor de tweede keer bij Elevate vandaan, zo heet de muziekschool. We hebben net geoefend voor de musical. Ik heb ook kleine stukjes gefilmd, dus ik hoop dat je mij niet te hard hoort meeblaren en dat het een beetje leuk wordt. Nu ben ik nog eventjes voor de blog bezig. Ik heb mijn blog voor morgen nog even doorgelezen, even gecontroleerd. En ik ga voor Beleska nog even een kookvideo voor morgen de puntjes op de i zetten, zodat die ook online kan. En dan ga ik lekker douchen en slapen. Ik ben dus echt een avonddoucher. Ik hoor dat heel veel mensen, ja, die vinden het 's ochtends het fijnst. Ja, ik weet niet. Ik word gewoon moe van douchen. Als ik 's avonds niet douche, dan lig ik echt in bed. En dan denk ik, ja, ogen draaien en heeft geen zin. Terwijl als ik lekker 's avonds douche, dan word ik lekker moe van. En dan ben ik eigenlijk zo weg. En daarom ga ik zo meteen ook lekker douchen. Het was een drukke dag vandaag, maar wel heel leuk. Ik heb echt heel veel leuke dingen gedaan. Veel geleerd ook weer. Morgen wordt een hele andere dag. 'S ochtends eventjes thuis werken en een blogje. En ook even afstuderen. Kijken of mijn begeleider heeft geantwoord. En nog even, anders even spammen. 'S middags moet ik werken. Dan zal ik jullie ook even laten zien waar ik werk. En even snel alle lekkere dingen. Want ik werk namelijk in de lekkerste zaak van Nederland. Ja. En 's avonds heb ik weer de radio.
ook wel een leuk, drukke dag. En ik zie jullie morgen. Welterusten.